Weet je waar ik me nou echt heel erg boos over kan maken? Ik kan me heel erg boos maken over dierenmishandeling. Een tijdje geleden hadden we op de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, daar werk ik als GZ-psycholoog, hadden we een hondje, hondje Puk. En hondje Puk werd aangeboden omdat hij heel moeilijk kon eten. En de specialist die vond het een goed idee om röntgenfoto's van zijn kopje te laten maken. Want hondje Puk was niet zo heel erg groot, het was een klein hondje met allerlei verschillende rassen erin, maar een heel lief, klein, schattig hondje. En toen zei de specialist, ik laat röntgenfoto's van zijn kopje maken, want dan weet ik misschien beter waarom die zo moeilijk eet. Maar er ging iets fout in de communicatie met de afdeling röntgen. En de afdeling röntgen die maakte niet alleen foto's van het kopje van Puk, maar ook eigenlijk van zijn hele lichaampje. Dat was helemaal niet wat de specialist wilde, maar kennelijk was er een communicatieprobleem. En toen waren al die foto's gemaakt, al die röntgenfoto's. En toen belde die specialist mij op en die zei van, je moet even naar röntgenfoto's komen kijken. En toen zei ik, ja, weet je, ik ben psycholoog hoor. Ik weet helemaal niks van röntgenfoto's. Hij zegt, ja, ik wil toch heel graag dat je even komt kijken. En toen kwam ik kijken en toen was ik helemaal geschrokken van die foto's. Want wat ik op die foto's zag, was een heleboel botbreuken van zijn voorpoten. Een heleboel ribbetjes waren gebroken of gebroken geweest. Sommige dingen waren ook alweer geheeld. Dus er waren allemaal botbreuken in verschillende stadia van heling. En in totaal waren dat wel 30 botbreuken bij zo'n heel klein hondje. En ik schrok me echt helemaal kapot. En toen dachten wij alle twee aan dierenmishandeling. En we hebben met de eigenaren gesproken en we hebben ook een melding gemaakt bij de politie. Een melding over dierenmishandeling. En ik maak me zorgen dat dierenartsen dit soort dingen niet zien. Want bij Puk hebben we het ook heel toevallig ontdekt. En eigenlijk was het een foutje, want het was helemaal niet de bedoeling dat er al die röntgenfoto's gemaakt waren. En hoe vaak missen we het dan dat dieren mishandeld worden? Want dieren die mishandeld worden, die komen even vaak bij de dierenarts als dieren die niet mishandeld worden. Dierenartsen hebben soms ook wel een onderbuikgevoel van, er klopt hier iets niet. Maar dan weten ze niet zo goed wat ze ermee aan moeten. En dan laten ze het maar. Ik wil iets vertellen over hoe het nou eigenlijk met dierenmishandeling zit. Heel veel van wat ik vertel, dat zijn cijfers en gegevens uit Amerika en Engeland. Omdat we in Nederland nog heel weinig onderzoek hebben gedaan naar dierenmishandeling. En we hebben eens berekend van hoe vaak komt dat nou in Nederland voor. En daar hebben we een dierenartsenpraktijk voor genomen. Een gemiddelde dierenartsenpraktijk die 5 dagen per week open is en waar gemiddeld 20 dieren per dag op tafel staan, en dan heb ik het over honden en katten. Daarin komen per maand 5 dieren op tafel die mishandeld zijn. Dat zijn er 5. Dat is best wel heel erg veel, vind ik. En hoe komt het dan dat er eigenlijk zo heel weinig gemeld wordt? En ik vind het ook belangrijk, omdat we weten dat als er dierenmishandeling plaatsvindt, dat er in 70% van de gevallen ook kindermishandeling en huiselijk geweld plaatsvindt. Dus dat dierenmishandeling daar heel erg mee samenhangt. Waarom komt dat dan dat dierenartsen dierenmishandeling niet zien? Kijken ze niet goed of hoe zit dat dan eigenlijk? Nou, er zijn 2 redenen voor waarom dierenartsen dat eigenlijk heel moeilijk ook soms kunnen zien. Als mensen mishandeld worden, dan zie je vaak blauwe plekken. Of als je het hebt over kinderen. Kinderen kunnen praten en die zeggen het gaat thuis niet helemaal goed. Als je naar dieren kijkt. Dieren hebben een vachtje. En dat vachtje, dat overdekt heel vaak blauwe plekken. En ze hebben ook een gepigmenteerde huid. Ook dat maakt dat blauwe plekken veel minder goed te zien zijn. En bovendien praten dieren niet. Dus die kunnen niet zeggen, bij mij thuis gaat het niet helemaal goed. Er is nog een andere reden waarom dierenartsen het heel vaak niet zien. En dat is hun mindset. Dierenartsen worden opgeleid om dieren beter te maken. Preventieve gezondheidszorg. En dierenmishandeling zit helemaal niet in hun systeem. Daar denken ze heel vaak niet over na. Dus als ze een dier op tafel krijgen met bepaalde verwondingen of botbreuken, dan is er echt niet het eerste waar ze aan denken, dierenmishandeling. En als ze het al wel zien, dan vinden ze het soms ook heel erg lastig om te melden. En ze vinden het lastig om te melden omdat ze niet ten onrechte iemand willen beschuldigen.
Ze willen niet iemand beschuldigen van jij hebt je dier mishandeld en nou ga ik een melding maken bij de politie. Maar eigenlijk is dat een misvatting. Want het gaat er bij dierenartsen niet om dat zij iemand beschuldigen. Het gaat bij dierenartsen er eigenlijk alleen maar om bewijs te verzamelen. Dus heb je foto's? Kun je foto's maken van verwondingen? Heb je röntgenfoto's? En wie het dan gedaan heeft, dat is eigenlijk aan de politie en aan de rechterlijke macht. Want je weet het gewoon niet als een dier op tafel staat wie dat heeft gedaan. Dat kan de hondenuitlaatservice wel hebben gedaan. Of de buurman. Of een huisvriend. Degene die het dier brengt is heel vaak niet degene die het dier mishandelt. Nou, en omdat het zo lastig is voor dierenartsen, hebben we het LED ontwikkeld. En het LED staat voor Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling. En eigenlijk is dat een soort van kopie van het LEC. En het LEC staat voor Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling. En wat gaat het LED nou doen? Eigenlijk zijn er twee grote dingen die daarin gebeuren. Aan de ene kant is er de website. En op die website kunnen dierenartsen foto's, ook röntgenfoto's en een verhaal, een vragenlijst uploaden van dieren waarvan ze denken dat die mishandeld zijn. Aan de andere kant zit een expertpanel van forensisch experts van het NFI, die heel veel weten van letsels, hoe letsels eruit zien en wanneer ze met opzet veroorzaakt zijn en wanneer het een ongeluk is. En daar zitten ook nog van de faculteit diergeneeskunde pathologen, veterinair pathologen. En samen, deze mensen samen, die bekijken deze foto's en het verhaal en geven een terugmelding aan de dierenarts. Is dit nou wel of geen dierenmishandeling? En dan is de bedoeling dat de dierenarts, als het wel dierenmishandeling is, dit meldt bij 144, de politie, zodat de politie verder onderzoek kan doen. Een ander doel van het LED is ook doen van onderzoek naar dierenmishandeling. Wie doet het? Waarom? Welke dieren? En dat willen we, en dat willen we misschien ook wel in Europees verband, omdat we het belangrijk vinden dat we ook iets aan preventie doen. Dus niet alleen maar als het gebeurd is, maar ook kunnen we van tevoren ervoor zorgen dat dieren niet mishandeld worden. Even terug naar Puk. Puk, daar hebben we een melding over gemaakt. En de politie heeft onderzoek gedaan. En Puk zit nu bij een hele liefhebbende familie. En die heeft daar weer een prima leven. En ik denk dat we door melding te maken over dierenmishandeling heel veel dierenleed kunnen stoppen. Of het ook kunnen voorkomen. Maar niet alleen dierenmishandeling, ook huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is ontzettend belangrijk. Heel vaak is dierenmishandeling het eerste waaraan je kan zien dat het in een gezin niet goed gaat. Dus meld dierenmishandeling voor een beter welzijn van dieren en van mensen.